Ik zie dat ik in de kom zie dat niet, maar ik heb geen plezier. Mallenaren, niet-Mallenaren, we wensen jullie van harte welkom op deze namiddag. Vandaag is het 9 mei en zoals onze getuigen zich zullen herinneren, ongeveer en helemaal juist 75 jaar geleden, was er eigenlijk nog geen vuiltje aan de lucht. Maar 24 uur later veranderde de wereld. 'S Morgens vroeg, van de 10e mei in 1940, zag de lucht zwart van de Duitse vliegtuigen. En rond de middag vielen de eerste bommen hier in Oostmallen. Daarentegen zijn bijzonder blij dat de getuigen dat verhaal nog willen doen hebben. En Karel de Prins, die zei me de reden waarom. Hij zei gewoon, ik ben nu ouder dan 90 en dit moet alles voortverteld worden aan de jongere generaties. Beste aanwezigen hier, we vinden het dan ook heel opportun dat we toch een bloemetje voorzien hebben voor al de getuigen. Vandaag is Staf presentator en hij vertelt u over hoe het boek tot stand is gekomen en hij doet dat met veel enthousiasme. En wij hebben voor Staf een retro mals mandje. Een mandje met allemaal producten die ook in oorlogstijd gangbaar waren. Dank u wel. Dank u wel. En we gaan onmiddellijk voort met ons programma. De rest ken ik goed van buiten, maar een nummer was Your Name. En het is een nummer dat eigenlijk handelt over het verzet. Dit was het einde van een uniek concert, Songs of War, dat gebracht is door een unieke groep van muzikanten die voor de eerste keer allemaal samenspelen. Dus zover zijn we dan. Er is me eigenlijk niks anders te doen dan jullie allemaal nog eens heel hard te bedanken voor jullie komst hier. Misschien dat je de kans hebt om een van de getuigen te spreken tijdens het trappiesje dat je kan drinken op de receptie. Maar anderzijds, ik denk dat er stof genoeg is om verder te babbelen over deze namiddag. Dank u wel en tot ziens.